En als ze bovenal ik dit in mijn nette pak, ik Thomas en een chips op zak, met Polen zijn mijn moeder schaals. Hallo, dit is uw presentator Vincent en met onze professor. Dit is Voordat de bom valt. Waar wij praten over serieuze problemen die misschien, waarschijnlijk niet, hopen we, gebeuren. Mijn naam is professor. En ik ben gespecialiseerd in baltechniek. Maar bommen zijn ook interessant. Dat ben ik mee eens. Helemaal. En wij hadden van iemand die ons eigenlijk altijd kijkt, hebben wij een vraag gekregen over specifiek wat er zou gebeuren als iemand die knop drukt. Eén bom valt ergens in het westen, misschien in de Verenigde Staten door Rusland. Nucleaire oorlog gebeurt er. Hoe gaat dat gebeuren? Nou, het is in het verleden al vaker gebeurd dat er een vals signaal terecht kwam bij een van de partijen. En dat de nucleaire oorlog dichterbij was dan ooit. En de simpele reden dat het niet is gebeurd is omdat iemand zei, nee, dat ga ik niet doen. Defiance heeft ons leven al meerdere keren gered. Dus laten we hopen dat mensen nog steeds niet zo snel luisteren naar hun oppermachten. Dat is wel een goed punt. Alleen, er zijn veel mensen in de wereld die, we zien met leiders, misschien zijn ze zo slim ook niet. En stel je voor, één iemand drukt die knop. Dat zou catastrofisch zijn, ja. Het zou catastrofisch zijn. Denk eraan als, maar ik zou het interessant zijn waar die bom zou vallen. Want er zijn veel plaatsen natuurlijk waar het kan vallen, maar ja, grote steden en kapitolen zijn natuurlijk waarschijnlijk de grootste spotten. Ja, de grootste richtpunten inderdaad. Want stel je voor de bom valt in Nederland. Dat zou verschrikkelijk zijn, omdat Nederland is best één klein land gezien. Dus ik zou zeggen, dat zou niet zo. Kan je even kijken wat er gebeurt, Johannes? Wat is dat? Totdat de bom valt!